Beck is nu voor een paar dagen in zijn woonplaats Almere en vertrekt donderdag alweer naar het buitenland. In zijn stad is het moeilijk om specifiek te trainen voor het bobsleeën. Daarom houdt hij zijn conditie op peil op de atletiekbaan van AVA 81. Je kunt zien dat het niet makkelijk is om hier te trainen nu. Er ligt heel veel sneeuw. Maar ja, de laatste training. Dus het is sowieso even een speciaal moment natuurlijk. Tijdens de afgelopen 8 World Cups gleed het team 4 keer in de top 10. Maar een echte uitschieter hebben ze nog niet gehad. Die topprestatie voelde Almere aankomen voor de Olympische Spelen. Elke keer denk ik van, hij moet nog een keertje komen. Ik had wel gehoopt dat het op een World Cup ook een keertje zou komen. Nou, onze beste resultaat is een 6e plek. Onze starttijden zitten in de top 3 van de wereld. Ja, we hebben een goede slee. Het sturen gaat goed. We hebben een paar keer pech gehad met een paar sneeuwraces. Maar ik heb zelf het gevoel dat op de Spelen, ja, dat daar alles samen gaat vallen. Nu nog even in Almere, maar donderdag vertrekt hij naar San Diego. En om zich voor de volgende maand klaar te stomen voor een goede prestatie in Vancouver.